Van harte welkom, een nieuwe aflevering van Zomervisite. We zijn naar Egpot gegaan en daar woont Martin Hommersom. Martin, leuk dat je in de uitzending bent. Martin Hommersom, hoe oud, wat doe je? Ik ben 47 en ik ben belastingadviseur in kantoor in Tiel. Ja, dus eigenlijk ook wel gezetteld in de regio, hè? Helemaal gezetteld in de regio, geboren en getogen in de Betuwe. Ja, want je komt van oorsprong uit Eldik, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Dat is een klein gehucht achter Ochten. Mm-hmm. Ochten ben ik opgegroeid, in Eldik ben ik geboren. En ik weet niet of je het ruimtje kent van vroeger. Tiel is een stad. Ja. Echtelt is een... hij is lang geleden. Echtelt is een... Gehucht? Tiel is een stad, Echtelt is een gat. IJzendoorn is een waterpoel en Ochten is de koningsstoel. Oké, en daar kom jij vandaan, met die koningsstoel? Daar ben ik opgegroeid, ja. Hey, speciale jeugd gehad? Nee, geen speciale jeugd gehad, wel een hele fijne jeugd gehad. Ik ben de enige als enig kind opgegroeid. Ik heb een broertje gehad wat al overleden was voordat ik geboren werd, dus je hebt nooit gekend. Mm-hmm. En ik heb een heel geborgen jeugd gehad. Ja, veel vrienden in Ochten, veel buiten gespeeld. Ja. En nog altijd? Ja, maar niet meer in Ochten. Het accent is wel verlegd naar Tiel en een grote verband. Ik heb nog wel jeugdvrienden, ja. Ja, maar heeft het natuurlijk alles te maken ook met je huidige werk? Ja. Dat is belastingadviseur, hè? Onder andere. Ja, belasting. Doe ik je dan tekort? Nee, dat is uiteindelijk mijn beroep. Maar ik ben veel meer bezig als alleen maar over belastingen adviseren, inderdaad. Ja. In die Tielse samenleving, daar zit je ook helemaal in, al jaren. Ja. Een van die dingen waar je hartstikke betrokken bij bent, is het Corso. Fruitcorso. Waar die voorliefde? Dat is maar één punt. Ik ben niet met Fruitcorso opgegroeid. Dus ik heb het mij geraakt. Dat is in 2003 geweest, toen ik voor het eerst eigenlijk een heel Corso meegemaakt heb. En wat mij goed doet is dat al die mensen, en dat is echt zo, het Corso is mooi, maar het feit dat we in de Betuwe een evenement hebben, wat zoveel mensen gedurende lange tijd eigenlijk op de been houdt, wat een maatschappelijke functie heeft in het dorp in de Betuwe, mm-hmm. Ja, dat vind ik wel heel mooi om te zien. Er is heel wat te doen over dat Corso, hè? Van moet dat allemaal nog wel en kost zoveel geld en zonde van die producten. Heel veel eigenlijk negatief geluid, nou, en dat is al jaren zo. Hoe sta jij daar tegenover? Nou, ik sta er uiteraard niet negatief tegenover. Ik denk wel dat Corso, dat je telkens bezig moet zijn met vernieuwing. En één keer in de zoveel tijd zul je dan ook weer de plannen voor de komende jaren moeten bedenken. Maar je moet eigenlijk als uitgangspunt houden al die mensen die bezig zijn met dat Corso. En ik hoor jou zeggen dat het moeilijk is om bijvoorbeeld om het rond te krijgen. De financiën, het kost veel geld. Ja, het kost veel geld, maar dan is het de kunst natuurlijk om te zorgen dat je dat geld wat het kost, dat je dat wel bij elkaar krijgt. En dan moet ook uit de samenleving komen. Of producten, hoor ik je zeggen. Ja, ik denk dat de tijd dat we alleen maar fruit en groente op de wagens deden, de eerste misschien nog wel, maar die gaat denk ik ook voorbij. Ik denk dat het materiaalgebruik in de toekomst misschien wel wat ruimer moet worden. Nou, gewoon fruit, maakt niet uit waar het vandaan komt. Hoeft niet per se uit de regio te komen. Ja, maar het hoeft niet van oorsprong was het ook eigenlijk een reclamemiddel voor onze streek. Ja, klopt. Nou, als je de doelstelling van de Stichting Stromenland bekijkt, was ooit bevordering van het toerisme in de regio Rivierenland. Hm. Ja. Dus dat fruitcorso, dat moet eigenlijk de tool zijn en niet het doel. Ja, nou ja, dat, van oudsher is dat zo. Maar, ja. En nog steeds zo, maar dan wel met een accentverschil. Uiteraard, het blijft een uithangbord voor onze regio. Maar vergeet niet dat in de loop van de jaren is daarbij gekomen die maatschappelijke functie waar ik het over heb. En het is zo mooi dat je zoveel mensen zo druk daarmee zijn. Als je dan die bouwplaatsen afgaat, volgens mij heb je het ook jaren, of doe je het al jaren, dat je naar die bouwplaatsen gaat. Nou, ik was zelf 8 jaar oud, de eerste boon leggen in de lastwagen van Echtelt. Ja, dat blijft in je genen zitten, dat klopt. Ja. Ja. En natuurlijk ook met het volgen van het Corso op televisie. Maar je ziet door de jaren heen
Dat het evenement zeg maar een beetje stil blijft staan. En dat is jammer, want het zou mee moeten groeien. Ja. Hoe? Geen idee. Maar daar ben jij mee bezig, hè? Want jij zit ook in een denktank, althans, ja. Daar ben jij voor gevraagd. Ja. Om eens te kijken van, nou, waar moeten we naartoe? Nou, daar zitten we wat tijdsdruk op, Rini. Want we hebben met het Corso dit jaar moet duidelijk zijn waar het vanaf volgend jaar heen gaat. Dus, dat klinkt best wel een beetje van, nou... Die tijdsdruk zit erop. En we hebben eind augustus... hebben we echt de laatste bijeenkomst en dan moet ergens in die eerste twee weken van september moet dat allemaal klaargemaakt worden om in het weekend van september, derde weekend van september, openbaar te gaan maken waar in ieder geval de denkt dat het heen moet en als dat zo gaat gebeuren waar het bestuur mee aan het werk moet. Kun je daar al iets over vertellen of niet? Ja, nou, daar kan ik wel iets welke over. Welke kant wordt er op gedacht? Nou, ik denk inderdaad dat voor een belangrijk gedeelte het herkenbaar moeten blijven als vooruit Corso. En de richting waaraan gedacht wordt is om er een meer een festivalachtig evenement van te maken als nu alleen maar de optocht. Dus dat betekent dat er meer reuring zal zijn op het terrein waar de wagens opgesteld worden. Mm-hmm. Maar ik denk dat het nog steeds belangrijk blijft en dat zit er ook wel in. Om ook de wens van al die clubs die wagens bouwen, te respecteren. En dan op de een of andere manier toch de ruimte te geven om te pronken met die wagens. En er wordt natuurlijk al best wat in de pers geschreven op het moment. Over dat er onder geen doorgang kan vinden. Ik denk dat er nog wel een tussenweg is met rijdende wagens. Wat denk je dan aan? Nou ja, daar zijn we mee bezig in denktank. Ik kan daar niet concreet iets over zeggen. Maar ik denk inderdaad dat je zeg maar op een locatie terechtkomt waar je dan misschien tijdens die dagen dat er wat te doen is, mm-hmm. ook nog wel de ruimte krijgt om met de wagens te rijden. Oké, dus een en-en verhaal. Ja. En zorgen dat alles wat er nu bij betrokken is, dat het blijft. Ja. En niet met de bottenbel erin, maar nou, dat hebben we jarenlang zo gedaan, dan stoppen we mee. Nee, dat moet je niet doen. Nee, dan zou je, waarom niet? Dan zou je de Corso herinneren, of dan zou je al die dorpen mee tekort doen. En ook het feit dat er geen geld genoeg zou zijn, is in een land waar wij leven en ook in een regio waar wij zitten, is denk ik, dat klopt niet. Het geld is er. Nou, ben ik met jou eens. Ja. En het verbindt mensen, hè? En dat mag ook wat geld kosten. Ja. Het geeft aan van die regio Rivierenland, waar we met z'n allen naartoe moeten om dat gevoel te krijgen. Ja. Is dit natuurlijk bij uitstek het product om dat te regelen? Voor de Fruitdelta Rivierenland moet het Corso een vaste plaats zijn. Net waar je zegt, dat is een middel. Dus dan heb je het met het. Dus ik vind wel dat de verbinding met de sector op de een of andere manier sterker moet worden. Ja. Op de een of andere manier, daar zijn we nog echt niet uit. Maar daar zal. Ik ben afgelopen. Twee weken geleden naar het Varend Corso geweest. En mm-hmm. Ik mag dat hier op tv zeggen, maar ik vind de kwaliteit van dat Corso niet te vergelijken met de kwaliteit die in Tiel rondrijdt. En dan heb ik het over de kwaliteit van de wagens. Positief of negatief? Nee, daar is minder. Okay. Alleen wat ik wel zie, is dat daar de verbondenheid met de sector veel groter is. Ja. En daar kunnen we van leren. Nou, en dat moet dan maar gebeuren. Ja. En dat wordt dus duidelijk als het Corso er is om die plannen voor volgend jaar te presenteren. Absoluut. Oftewel, nou, dat is een goede zaak toch? Absoluut, ja. En jij hebt daar ook een goed gevoel bij? Ja, absoluut. En de mensen die daarbij betrokken zijn, kunnen nog eens aangeven, die denktank, wat voor soort mensen zitten daarin? Er zitten drie voorzitters in van Corso-verenigingen. Mm-hmm. Er zitten een aantal ontwerpers in. Onderschat de creativiteit van onze ontwerpers niet van het Corso. Mm-hmm. Er zit een ondernemersvertegenwoordiging in. Dat is, er zit iemand in vanuit de sector. Er zit een bestuurslid in. En politiek? Want die zal toch ook, daar heb je ook draagvlak voor. Ja, alleen politiek is niet gelukt om bij de vergaderingen aan te schuiven. Maar we hebben eigenlijk wel de belangrijkste politieke vertegenwoordiger in de regio. Mm-hmm. Op het gebied van toerisme. Is vertegenwoordigd, dat is burgemeester Boer uit Buren. Zit erbij. Ja. Ja, en jouw lijntjes die liggen dan natuurlijk ook her en der. Ja. Ander ding wat voor jou van belang is, is je geloof. Ja. Is dat een houvast om in het dagelijks leven... Je zegt heel mooi een ander ding wat van belang is, maar dat is belangrijker als fruitkoos voor mij, persoonlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Zo bedoel ik het ook niet te chargeren. Je zegt wel mooi, maar dat is helemaal niet erg. Nee, dat klopt. Is dat voor jou een houvast om zeg maar, in de hectiek van de dag te werken? Absoluut, ja. Het
is in ieder geval iets waar ik altijd op terug kan vallen. Zelf. En heb je dat vaak nodig in deze tijd? Want je hoort het niet zoveel meer, hè? Kerk, je lopen leeg. Hou vast. Je weet het zelf wel wat het, het algemene segment is. Ja, je hoort Hoe is dat voor jou? Nee, ja. Wij zijn gezegend met een gemeente. Wij kerken in Ochten. Die sowieso nog niet te vergelijken is met de leegloop die jij aangeeft. Uh-huh. We hebben natuurlijk in de Betuwe best nog wel een strikte scheiding. Aan de ene kant waar nog veel mensen naar de kerk gaan. En tot aan de meest behoudende kant toe eigenlijk. Ja. En de andere kant van de Betuwe waar het wat inderdaad de kerkgang wat minder is. Ik denk dat de kerkgang op zichzelf is belangrijk. Vinden wij ook belangrijk. Maar alle gemeentes, alle regeltjes die ze op zichzelf, iedere gemeente weer heeft, dan is het wel eens lastig. Ook voor buitenstaanders die niet naar de kerk gaan. Ja, wat vaak bij gezegd. De ene kerk nu dat wel en bij de andere dat niet. Ik denk dat hetgeen ook niet moet zijn wat ons bindt. Wat ons bindt is Jezus Christus, dat hij voor ons gestorven is. Mm-hmm. En dan wil ik Rivierenland helemaal niet exclusief maken, maar wij in Nederland zijn er wel goed in. Om het allemaal zo te verkleinen dat je voor ieder regeltje een kerk, bij wijze van spreken. Ja. Nou, wat vaak gezegd wordt is van de kerk is niet meer van deze tijd. Nou, om die mensen nou weer naar een kerk te krijgen, hè, of in ieder geval daarin geïnteresseerd te laten raken. Hoe denk jij dat dat dan zou moeten? Of gaat het al op de juiste manier? Ja, het punt is, het diepste punt voor mij, mijn persoonlijk geloof is ook dat ik zelf niet bij machten ben. Om mensen in de kerk te krijgen. Dat is één. Hè. Er is nog maar één die mensen tot geloof kan brengen. Maar goed, het moet uitgedragen worden. Ja. Maar het is met name in de eeuwigheid is voor mij ligt wel een belangrijk punt. Als ik alleen hier op aarde zou zijn om 20, 30, 40, 50 jaar hier mijn dingetje doen en het zou over zijn. En dan zou ik me heel ongelukkig voelen. Ja. Ik denk dat er meer is dan alleen maar het leven hier op aarde. Ik ben ook zelf vanaf mijn 15e naar de kerk gegaan. Ik ben zeg maar daarvoor met mijn ouders ging ik niet, die gingen ook niet naar de kerk. En ik had toen een vriendin eigenlijk die mij zeg maar daartoe gezet heb om naar de kerk te gaan. Ja, oké. Ja. En vandaar is mijn geloof gegroeid. En tot op de dag van vandaag, zeg maar, ben ik er heel blij om. En ik vind, ouderwets, uit de tijd. Ik denk dat wel de invloeden zijn van buitenaf. Maar ik vind het leven zonder geloof, vind ik gewoon leeg. En leeg wil zeggen, ook het feit dat we hier tijdelijk zijn, dat er een horizon is die zeg maar niet eindigt, maar dat achter die horizon die wij hier allemaal zien op aarde, dat daar zoveel moois is voor ons nog nadat we hier zijn geweest. Ja, maar een geloof, hè, daar zit een vorm van twijfel in. Hè? En als je nou zegt van, ik geloof niet, maar ik weet zeker. Hoe sta jij daarin? De laatste. Nee, geloven is zeker weten voor mij. Ja. Nou, dat is mooi. Er is geen twijfel wat dat betreft. Nul twijfel. Nou, dat is mooi. Geef jou ook dus, zeg maar, dat is de basis van jouw bestaan. Ja. Ja, super. Ja. Als je dat kunt zeggen. Ja, absoluut. Nee, daar heb ik geen twijfel over. En het enige is, en dat is dat je jezelf soms betrapt, dat het je niet lukt om altijd te leven zoals God dat zou willen. Wat moet er dan denken, concreet? Nou ja, klein voorbeeldje, onschuldig. Ja, onschuldig. Het feit dat je soms wel eens, bijvoorbeeld, dat je jaloers bent of zo. Ja, ja. Dat is al een vorm eigenlijk van, dat wil God niet. En, maar het mooie van God is nou, dat is hetzelfde als, je moet eigenlijk gewoon dichterbij trekken. Trek het op je vader of moeder. Je houdt heel veel van je vader. Maar je doet wel eens dingen die hij niet leuk vindt. Ja. Dat zul je ook gedaan hebben. Ja, zeker. Nou, zo is dat met de relatie met God is dat ook.
En hoe verhoudt zich dat nou tot jouw dagelijkse functioneren? Bij alles waar de beslissingen, want je maakt belangrijke beslissingen. En niet altijd alleen maar voor jezelf, maar ook voor heel veel andere mensen. Met je werk, maar ook in je sociale omstandigheden. Geeft dat jou dan houvast? Ja, nou, geeft houvast, maar ik ben wel zo realistisch dat ik zelf een beslissing moet nemen. Ja. Alleen, je kunt wel rust krijgen op de beslissing. En met name, kijk, met makkelijke beslissingen of met dingen die leuk zijn, is het niet zo moeilijk. De dingen des levens heb ik het over. Maar dingen die moeilijk zijn, ja, dan krijgt die rust er ook wel op. Ja. En dat brengt je dan ook, zeg maar, verder dan gemiddeld? Dat weet ik niet. Dat is een mooi antwoord. Nee, hey, ja. Je doet nog veel meer dingen, hè? Vertel nog eens even wat. Nou, ik doe ook veel in Maaswaal. We hebben hier we hebben natuurlijk de Betuwe. Ik kom vanaf 2001 eigenlijk in Maaswaal. En dat vind ik een heel mooi gebied. Dat is weer heel anders dan hier, hè? Ja, mooi. Ja. De tegenstellingen tussen Maaswaal en hier. Ja, dat is mooi om te zien. Maar het is een gebied waar me heel erg goed ligt. Ik ben daar voorzitter van de Business Club. En ik trek daar een project, noemen ze profilering, van Land van Maas en Waal. Mm-hmm. Best een belangrijk project. En ja, als buitenstaander voor de Maas en Waalers, ben ik wel dankbaar dat ik dat mag trekken. Want ik vind dat gebied namelijk, dat doet zichzelf wel toch een lange tijd tekort. En dan bedoel ik met tekort. Ze zijn heel bescheiden, Maas en Waalers. Ze hebben best wel wat om naar buiten te brengen. En zeker als je toeristisch bekijkt, is het een heel mooi gebied, Rini. Hoef je mij niet uit te leggen. Ja, jij woont er natuurlijk. weet ik alles van. Ja. Jaren gewerkt natuurlijk. Ja. Alhoewel ik wel zo subtiel ben als maar zijn kan. Hoor. Ik bedoel, 99% van mijn dingen, dat komt natuurlijk uit Tiel en de directe omgeving. Ja. Maar het is heerlijk om daar inderdaad te wonen. En de mensen is een heel ander slagvolk. Dat klopt. Je hebt daar, als je die Waal overkomt, dan heb je echt het idee... toch wel de Brabantse inslag hebben ze. Nou, dat is zo. Ja. Dat is zo. En dan heb je ook nog een grens, dat heet dan de Noord-Zuid. Ja. Waar vroeger de pontvaarden van tussen Ochten en Druten. Ja. En Druten en Os. Ja. Dat is ook nog eens een keer een grens binnen dat gebied. Ja, klopt, ja. Ja. En dat is heel grappig om te zien. Ja. Dus daar ben ik ook, toch wel redelijk wat tijd mee kwijt. In positieve zin. Vind ik leuk. We hebben daar ook als kantoor daar ook klanten zitten. Dus dat is. Dezelfde kinderen bijvoorbeeld zijn op zwemles geweest in Beneden-Leeuwen. En ook. Ja, vlakbij natuurlijk vanuit Echteld. En als ik ook een beetje dichter bij huis trek. Heidi is mijn vrouw, die ziet toch ook wel regelmatig. Ook in Tielse en ook in Maaswaal. En die heeft ook wel een soort. Die voelt zich heel erg thuis bij de mensen in Maaswaal ook. Maar Echteld, dat blijft voorlopig nog jouw honk? Nee, ja, Echteld, ja. Ik heb geen plan of zo om te verhuizen. Nee, ik blijf echt wel in Echteld, ja. Ja, oké. Okay. Ja, nee. Als je nou vooruit kijkt, hè, bijvoorbeeld de komende 10 jaar, waar staat Maarten Hommersom dan? Ja, gaat hij doen? Wat wil hij voor zichzelf ontwikkelen en ook bedrijfstechnisch? Nou, bedrijfstechnisch, hetgene wat ik doe, voel ik me prettig bij. Mm-hmm. Ik zou het beroep waar ik uitoefen... Belastingadviseur, tenslotte, zo'n belangrijk deel van mijn tijd vind ik nog steeds hartstikke leuk. Het belangrijkste is dat ik het werk wat ik doe leuk moet blijven vinden. Dat is echt belangrijk, want op het moment dat je langere tijd met tegenzin je werk zou doen, dan moet je stoppen. Dus leuk mijn werk doen, in de regio actief zijn, proberen te verbinden. Hebben we eerder gesprek ook al over gehad. En wat er aan zit te komen is wel dat ik misschien, ben ik het overwegen, maar dat is wel dat ik politiek eens meer ga betrekken in de samenleving. Dat is een andere hobby? Ja, ik heb het altijd wel gevolgd inderdaad, maar ik heb het nooit op de voorgrond gezet. Maar ik ga er nu wel wat mee doen. Dat betekent dat je gevraagd bent om in de gemeentelijke politiek actief te zijn, of niet? Ja, dat gaat nu gebeuren. Ik moet nog van alles over horen, maar ik ben lid van CDA. Mm-hmm. En ik denk dat ik wel wat meer ga doen met CDA. Ja. Ja. Oké, okay. En kijken wat dat gaat brengen. Ja, maar dat is puur vanuit de maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb ook. Maar dat verbinden is natuurlijk ook hartstikke leuk, hè? Als je twee groepen mensen of dingen bij elkaar brengt en dat blijkt een klik te krijgen. Ja, ja, dat geeft natuurlijk energie. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En van daaruit denk jij ook dat je in die politiek het verschil zou kunnen maken?
Ik denk wel dat ik daar iets aan kan bijdragen, ja. Ja. Ander ding trouwens wat je doet is dat je voorzitter bent van de programmaraad, hè? Van deze omroep waar we naar kijken, naar de Regio TV. Ja, van waar die betrokkenheid eigenlijk? Ja, dat is, ik weet het wel, maar... Ja, dat is dezelfde ingang, maar ik denk belangrijk is vanuit de ondernemersvertegenwoordiging ook zeg maar, een goede vertegenwoordiging te hebben. Ook voor de programmaraad moet je de vleugels verder uitslaan naar Stiel. Dus de regio Rivierenland is wel het doel, zeg maar. Ik denk dat ja, dat is de tv-maker ook wil, hè, dat in hele Rivierenland actief wordt met tv. Klopt. Goed, dat is geen druk op de knop, want er zit allemaal wetgeving achter en vergunningen. En nou goed, dat loopt, maar ik denk dat het vanuit dezelfde verbondenheid komt dat ik betrokken ben, dat ik actief ben in dat ja, programma bepaald te gaan. Ja. Ja, nou kijk, als zeg maar, en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, want ik ben het ooit begonnen. Maar als beleidsbepaler van die omroep ben ik jou heel erg dankbaar dat jij dat voorzitterschap ook op je hebt genomen. En ik weet ook dat we dat daardoor door de volgende stappen kunnen maken. Ja. Dus nogmaals, dank daarvoor. Ja, graag gedaan. We gaan ermee door. We kunnen nog uren praten, Martin. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Tot slot, wil jij nog iets kwijt? Want we hebben nu het podium. Ik heb er niet in het bijzonder over nagedacht. Ik denk wel dat... Ik heb er niet bijzonder over nagedacht wat ik nog kwijt zou willen. Ik denk... Het is een programma vanuit Tiel. Maar ik denk dat het belangrijk is, en daar zijn we wel met z'n allen mee bezig, om de hele regio te binden en de regio ook boeiend te maken. Laten we daar met z'n allen mee doorgaan. En ik denk dat de omroep daar een belangrijke steen aan kan bijdragen. Nou, daar blijven wij ons voor inzetten. Dat kan ik daarbij aansluiten. Ja. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan.